je nu sporenovergang van? Wat zie je als je aan kunt rijden? Lichten, dat is al één ding waardoor die bewaakt is. We hebben vandaag een gastles gegeven. Het is de start van het nieuwe schooljaar voor ProRail ook. En in die lessen willen we met de kinderen stilstaan bij de risico's van onveilig gedrag op het spoor. Het afgelopen jaar zijn er op spoorwegovergangen 14 mensen omgekomen. Nou, vanochtend hebben we een overwegactie gehouden op de Waardseweg in Woerden. Daar hebben we een aantal scholieren hebben daarop aangesproken op hun gedragingen bij de spoorbomen. Nou, veiligheid bij ProRail, dat staat sowieso op nummer 1. En ja, we proberen hier toch een stukje bewustwording mee te geven aan de kinderen. Op het moment dat de bomen omhoog gaan, wil nog niet zeggen dat je mag oversteken. Eerst wachten tot het rode knipperende overweglicht echt uit is. Een trein kan er nog aankomen. We hebben elk jaar nog veel te veel aanrijdingen op spoorwegovergangen. In 2013 hadden we nog 36 aanrijdingen en 14 dodelijke slachtoffers. Daar zijn ook altijd jongeren bij betrokken. Nou, ik heb daar eigenlijk nooit een les over gehad. En ik vond het wel eens interessant hoe het allemaal zat. Ik heb vandaag geleerd dat het heel gevaarlijk is op het spoor. En dat als je toch wil oversteken, dat er dan een ongeluk zou gebeuren. Het gewoon heel gevaarlijk is als je net gewoon even stoer wil doen voor je vrienden bijvoorbeeld. Net voor het trein springen. Dat is gewoon gevaarlijk. Nou, ik vind het wel zinvol om dit soort lessen te geven, ja, al red je er maar één leven mee.